Kijk ik in de camera of nee? Nee, kijk maar. Oké. Ja. Ik ben Ramon Slager, a.k.a. Hazy. Ik maak muziek. We zitten nu in de Red Bull Studios in Oost. En ja, het is waar ik best wel veel heb gedaan. Afgelopen paar jaar. Vanaf het begin eigenlijk. Eigen sound. Ja, best wel moeilijk, man. Ik hou echt van veel verschillende soorten muziek. En ik maak niet alles wat ik zelf luister, maar het heeft wel een soort van zekere invloed op mijn muziek. Dus om het te omschrijven, vooral hip-hop eigenlijk. Maar ja, het heeft ook elektronische invloeden. Soulful invloeden, ja, van alles eigenlijk. Mijn eerste beat ooit was een grime beat, maar daarna ben ik heel veel hip-hop gaan doen, sample based. En uiteindelijk zeg maar dat elektronisch van grime en zeg maar dat organische van hip-hop is wel samengekomen in die stijl die ik nu heb, denk ik. Muziek zien in Amsterdam, best wel levendig. Er zijn veel mensen bezig met muziek. Het is wel heel klein hier, dus je komt elkaar vaak tegen. Ja, het is wel een goede en levendige scene, denk ik. Er is niet echt speciaal iets Amsterdam. Er is niet echt een Amsterdamse sound of zo. Het is echt wel wat nu zeg maar speelt in zeg maar de westerse scene in hip-hop en in house en EDM en weet ik veel. Het is gewoon alles zeg maar, wat gaande is in Amsterdam ook gaande, zeg maar. Dus als bijvoorbeeld nu is trap heel erg in leven, dus er zijn veel mensen bezig met trap. Een paar jaar geleden was het hip-hop. Maar ook house en zo is ook is nooit weg geweest hier in Amsterdam. Die 8-bit sound, dat kwam gewoon door opgegroeid te zijn, vooral met Nintendo en daarna Super Nintendo en Sega en zo. Dus gewoon het feit dat mensen überhaupt muziek maakten met die sounds, dat is vooral chiptune muziek. En er waren een paar hip-hop acts die het ook sampleden, maar echt niet zoveel. En ik dacht van jou. Het zou dope zijn als er een heel project was met hip-hop beats en die 8-bit sound. Dus ik heb het gewoon gedaan op die manier. Het begon met een paar beats en FS Green en Nalden. In die tijd ging ik veel mee om en die zeiden me van yo, doe dit. Maak een heel project ervan, het is dope. En zo is het gekomen. And the rest is history. Met wie ik echt graag zou willen werken is misschien Kendrick Lamar of Janelle Monáe. Want ik vind Janelle Monáe echt heel erg sick. Zijn muziek staat voor haar echt vooraan en gewoon zeg maar haar creativiteit, ook hoe ze dingen naar buiten brengt. Als je kijkt naar videoclips en zo, ze vertelt gewoon verhaaltjes. En bij zeg maar, haar albums zijn zo sick, zeg maar in elkaar gezet, conceptueel. Ze maakt er meer zeg maar, een hele film van. En als ik met haar zeg maar een heel project zou kunnen doen, zou dat echt heel dope zijn. Dat is een van mijn favorieten van dit moment. In de toekomst, nieuwe Zwart Licht sowieso. Ik ben sowieso van plan om ook mijn eigen dingen te doen. Ik ben bezig met Dotty Dansy als muziekact, dus als muzikale act. Gewoon clubvriendelijke tracks, maar wel met een soort van tropische edge. En voor de rest, ja, gewoon stay tuned, man.